zagen jou sprinten in de Ronde van Polen, ook in de eerste rit van deze Big Bang Tour. Ben je weer de man die het zelf vaker gaat proberen in de sprint? Ja, dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Maar als je in zo'n grote ploeg rijdt, dan weet je gewoon dat je gewoon met andere toppers in de ploeg rijdt. En als ik dan af en toe mijn kans kan krijgen, dan moet ik die ook echt pakken. En dan ben ik blij dat ik die gewoon krijg en dat ik dan ook gewoon een paar keer een hele mooie uitslag neer kan zetten. Ja. Wat zit er eigenlijk een bijzondere reden achter dat het nu twee keer voor jou kan? Of is het eigenlijk gewoon, wat je zegt, de kansen die nu toevallig twee keer achter elkaar komen? Ja, dat was dan toevallig die twee keer achter elkaar komen. Maar nu heeft de ploeg wel gezien dat ik het ook nog kan ook. En dat ik niet zomaar iemand ben die gewoon een beetje mee fietst om de ploeg te helpen. Maar dat ik wel meer ben dan dat. En hopelijk in de toekomst wel wat meer van deze kans. Ja, en dan wint gisteren je ploegmaat Edward Teuns. Ja, dat is dan natuurlijk niet goed voor jouw kans wat betreft de sprint. Ja, maar dat was ook dankzij mij. Hè. Ik weet niet of je de lead-out hebt gezien, maar ik had gewoon een super lead-out gedaan. En dan hoeft hij het alleen maar af te maken. En dan is het heel mooi dat het een keer lukt. Want ja, ik doe het heel vaak zo en dan maken ze het net niet af. En dan valt het wat mijn werk ook niet echt op. Dus, Hoe wordt er besloten voor wiens kans het is? Want gisteren werkte jij dus voor Edward. Maandag mocht jij wel zelf gaan. Hoe wordt dat besloten? Ja, ik kwam gewoon net een hele goede vorm uit de Ronde van Polen. En ook dan etappe was vlak bij mijn huis. En toen wilden ze mij mijn kans geven. Die heb ik dan gepakt en dan een mooie uitslag neergezet. En dan de tweede sprintkans was dicht bij Edwards huis. Dus daar gingen we daarvoor. Ja, en die won die bijna, ja. Dan is het logisch dat we dan gewoon voor hem gaan. Vandaag staan de Limburg Zeuvels op het programma, maar misschien ook nog wel een masterpin mogelijk. Wat denk jij dat er gaat gebeuren? Ja, het wordt wel een lastige koers, denk ik. Ik hoop dat het een beetje droog blijft, dat er niet te veel ongelukken gebeuren. En dat we, ik denk, met een kleinere groep hier naar de finish gaan. En hopelijk zitten we daar nog bij dat we weer een mooie sprint kunnen maken. Als jij en Edward bij die groep zitten, wie mag dan voor de winst sprinten? Ja, dan zien we dan wel wie de goede benen heeft. We overleggen vaak goed. En dan, we zijn een team, hè, dus wie er wint is niet belangrijk als maar één van ons wint.